Hoi, ik ben Sander en ik ga jullie wat vertellen over de Hackless DJ Control Instinct MIDI controller. De Hackless DJ Control Instinct is een hele compacte DJ controller. Even voor de vergelijk mijn hand ernaast leggen. Alle basisfuncties aan boord, cue, play en pauze, een jogwheel om mee te kunnen scratchen of te kunnen pitchen. Pitch fader niet helemaal zoals je hem verwacht, maar je kan er wel degelijk mee versnellen en vertragen. Pitchband knoppen, de sync functie. Hier uitgebreid vierkantje, rechthoekje moet ik zeggen. Voor loops, effecten, samples en hot cues. Te bedienen met die vier drukknoppen. Search knoppen om in je nummer te scrollen. Dan in het midden mixen gedeelte, tweekanaals mixer met faders, een crossfader. De driebands klankregeling of equalizer zoals we gewend zijn. Daartussenin scrollknoppen om door de muziek te scrollen. In de bijgeleverde DJ Used software. Knoppen om muziek in te laden voor te beluisteren op de hoofdtelefoon. De Hackless DJ Control Instinct is de goedkoopste controller waar je een hoofdtelefoon in kan pluggen. Dus je kan hiermee voorbeluisteren. Hoofdtelefoon gaat aan de voorkant. Aan de achterkant vinden we de speakeruitgang ofwel met RCA of tulp. En ook een mini jack. Dat wil zeggen eigenlijk elke willekeurige computerspeaker kan hierin worden geplugd en dus worden gebruikt als speaker voor op de DJ set. Dat was in het kort de Hackless DJ Control Instinct. De goedkoopste controller waar je mee kan voorbeluisteren met een hoofdtelefoon. Hij wordt geleverd met de DJ Used software. Daarmee kun je je mix opnemen en opslaan om hem later nog eens terug te beluisteren. Porque esta minha canção.